Oh, hier zo. Ja, we hebben hem. Top, ik ga eruit. Help! Hij is pakt er. Ja, ze gaat onder water. Ja, heb eens. Nou, hij is volgens mij best wel ver uit de kust. Mooi. Kom maar op met die wagen. Kijk, ja, iets daarachter. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, iets meer naar rechts. Ja, oh. Maar even, klik, klik, boom, boom, chop. Yep. Instappen, boys. Nou, instappen. Nou, ze gaan lekker aan de kant. Het is wel een mooie dag, hè? Ze hebben wat beters te doen, denk ik. Ach. Hop, snurkens. Ja, ik ben blij dat het hier rustig is. Maar... Vet. Zo. Nou. Jullie uitstappen? Even loskoppelen. Met eentje achter het stuur. Zo, nee. Is dat jongens? Hij ligt er. Kom maar in, Piet. Ja, even mijn helm opdoen. Dan stap maar in. Waar is het? Even kijken. Het is in ieder geval... Nou, het is bijna... kilometertje of... 7 uit de kust. Recht langs de pier. Goed. Nou, hou je vast. Zo. Boom! Ja, het zwemmersgebied, jongens. Kijk, zodra we er zijn, gaan de achter twee, ik en Robin, gaan de boot uit. En blijven jij en Wouter in de boot. Ja, is goed hoor. Wouter is de stagiair van de banjaard natuurlijk. Ja, die is nieuw. Laat hem maar in de boot. Oké, we moeten hier afbuigen naar rechts. Ja, zo is het prima. Ja. Zo. De zee wordt wel wat onstuimiger hier zo. Kijken of we nog meer informatie kunnen krijgen wat betreft de hoeveelheid personen. Tot nu toe hebben we er eentje. Zou er eentje moeten liggen. Oké. Okay. Ja, ik zie nog niks. We zijn een aardig stukje uit de kust. Ja. Wordt goed om ons heen kijken vanaf nu, boys. Kijken of we hem kunnen vinden. Ja. Misschien dat er ook nog een hele politiehelikopter zo deze kant op komt. Ik kan die mooi meezoeken. Ja, met een beetje geluk is die al gealarmeerd, komt hij deze kant op en met een beetje pech moeten we het voor nu even alleen doen. Oké, we zijn op ons tweede punt. Een beetje afbuigen nog naar rechts. Juist, ja. Hou je vast. Oh, no. Zo. Boom, baby. Dat was een flinke. Zeker. Oh, shit. We zouden nu in het gebied moeten zitten waar de drenkeling vermist is geraakt. Okay. We zijn nu goed om ons heen gaan kijken. Het is wel hoge golf, je ziet hem heel lastig. Iemand al zegt? Nou, ik ga
fixeer me wel een beetje op die golf hier voordat we omslaan. Ja, een stukje rechtdoor, dan ja, ik denk dat ik iets zie rechts van ons. Ja. Ja, daar is hij recht voor ons, rechts. Oh, hier zo. Ja, we hebben hem. Top, ik ga eruit. Help. Nou jongens, pak er. Oh, ze gaat onder water. Ja, heb eens. Komt u met mevrouw. Nou, mevrouw, ik heb u vast. We gaan naar de boot toe. Maar ik pak de hand van mijn collega. Vast, Hebben jullie daar? Ja, mevrouw, komt u bij mijn collega? Goed zo. Ja. Rustig aan normaal. Help even hier, de maat omhoog. Ga maar even op je zij liggen. Kijk, daar is de. Rustig aan normaal. Nou, hoe gaat het met mevrouw? Mevrouw ons is duidelijk onderkoeld. Ik vaar rustig terug hoor. Ja, top. Ik heb me vast... Laat dan anders maar even zitten. Ja. Is eentje voor goed vastpak. Ja. Vaar ik wel iets rustiger totdat we... Zo kou. Je hebt even zo'n... hoe noem je zo'n ding? Wout, als jij een deken aan kan geven. Als het goed is, ligt die voor je bij je voeten. Ja, ik kan. Ja, mevrouw heeft last van hypothermie. Ja. Zo. Dankjewel. Waar ben ik? U zit op de boot. We hebben u net van de zee gered. We gaan nu terug naar het strand. Ja, we maken een dekenpakket klaar. Dus maar onze collega die heeft een duikje gaan nemen. Waar ben je? Ja, voor jullie, kom. Ah. Je moet niet gaan zwemmen, hè? We zijn bezig met iemand te redden. Dan moet je niet in het water gaan liggen, joh. Hé. Ik zal wel... Jongen. Waar ben ik? Net voor de kust van Dendam. Robin, als jij de romp kan inpakken met de deken. Ja. Die moet warm worden, warm blijven. Ja. Oké, top. Gaan we daarna de armen inpakken? Anders ga je gewoon tegen eraan zitten. Ja, anders doe je even je shirt uit. Ga er even tegenaan liggen. Hey, normaal doen, hè? Top. En dan het hoofd om het hoofd heen. De handdoek om het hoofd. De doek om het hoofd. Wordt het... Goed zo. Ja, top. Als het goed is de ambu onderweg. Ambu is gehad. Ja, de zee is zo onstuimig. Je kan niet hard varen. Zonder dat jij weer gaat zwemmen, denk ik. Kijk dan. Boah. Houdt uw collega zo van zwemmen dan? Ja, ik denk het. Mevrouw, bent u onder water geweest? Ja. Heeft u water binnen gehad? Oké, nou. Oh my god. Dan moeten we, Stefan, we moeten rekening houden met het second drowning syndrome. Ja, dat is voor het ziekenhuis. Ja, wij moeten er rekening mee houden. Straks gaat mevrouw out door de boot. Ja. Je kan wat harder varen weer. We komen wat rustiger zee terecht. Hier. Oké, top. Nou, zodra we aangekomen zijn bij de kust, meteen zuurstof uit de auto pakken. Ja. Ambu kan het strand niet op, dus als jij dan zo mevrouw meeneemt met die auto richting de ambu, dan blijf ik wel bij de boot. Ja, top. Komt goed. Hou jullie vast, komen we... Ik vaar ook gewoon een stukje de kust op, hoor. Ga je nou weer zwemmen? Ga je nou... Je gaat gewoon weer zwemmen. Ik dacht dat je het had over rustig zee. Ja, hier was het rustig, ja. Alleen als jij niet vasthoudt met je grijpknijster, dan stikt die mevrouw zo in de water. Is dat een stagiair of hoe moet ik dit zien? Nou, je zou het zeggen, ja, maar toch niet. Nee, de stagiair zit voor u, dat is Wouter. Werkt bij de banyard. Ah ja, zo weer. Nou, succes mevrouw. Zonder uit. Straks met die boot. Ja, dat komt wel goed, dank je. Ik laat de trailer hier. Kunnen jullie vast even... Ja, hier, nou, glijden we terug. Komt er een vat. Nou,
ambulance komt over ongeveer 30 tot seconden tot 1 minuut aanwezig. Oké. Nou, mevrouw, stapt u in? Oh, ja, pardon. Zo. Die ligt. Hopen dat ze het haalt en dat ze niet verzuipt. Of niet? Ja, dat hoop ik ook voor de. Wij hebben onze klusje gedaan. Die gast die springt gewoon twee keer van boord, of joh, de pannenkoek. Ja joh. Ik denk zeker dat het hier de zoete inval is. Joh. Nou, er zou dus één persoon onwel zijn op die grote boot die daar ligt. Ja. Twee collega's zijn onderweg. Ja, ik wil ook het water in. Hup, hup, hup. Chop, chop, chop. Ze hebben ons opgeroepen via de Marifoon, kanaal ja. 23. Ze doen maar. Ik wil het water in. Mag ik uitstappen? Ja, stap maar uit. God, non, nu. Ja, koppel die boot los daar zo. Ja, doe maar zelf. Oké. Okay. Hij staat aan. Ik kan gas geven, zie je dat? Ja, trots los. Let's go. Kom, rennen. Ja, ja, kom eraan. Zit je al? Ja, en go. Ik weet niet of het geen zwemmers zijn. Maar Christ is vrij veilig. Zo, even die boei in de kant tikken. High five altijd. Ja, die bootkant hebben. Dat dacht ik. Morgie. Nou, dat zou het zijn. Kijk, en ik leg hem al aan. Nou. Dan pak halen we het sowieso. Ik ga boven kijken. Ah, ik was bijna droog binnen. Hallo, kustwacht. Oh, hè? Wat kan mijn kop? De postman is goed. Geen idee waar die ligt. Zou iemand hier onwel zijn? Zoek maar. Hallo? Gaan we zoeken. Hallo? Koekoek. KNRM. Tot de dienst. Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Hallo? Help. Ik hoor er eentje. Wat. Gevonden. Hier, ja, verderop. Waar is verderop? Help. Voor op de neus. Nee. Op de eerste trap is er eentje gevallen. Oh, dat weet je wel heel snel. Ja, we zijn bij hem. Oh. Ligt op de grond. Goeiedag, mijn naam is Mitchell, meneer. Kunt u me vertellen wat er gebeurd is? Volgens mij ben ik op mijn hoofd gevallen. Kijk, is er iemand nog bij je geweest hier of niet? Hij antwoordt niet. Oh, ik voel me zo duizelig. Oké, okay. Nou, dat hoofd ziet er in ieder geval niet goed uit. Wauw, eens even. Heb je de koffer bij of niet? Ja, vast wel. Doe jij maar neer. Dankjewel. Even kijken, we beginnen met een 20 milligram, milliliter, excuus, ringenlactaat. Robin, kom, we gaan ook van onze spullen halen. Okay, ben je oud geweest? Kan je nog iets van herinneren of niet? Nee. Weet je hoe lang je oud bent geweest of niet? Ongeveer, een tijdschatting. Oké, okay, we beginnen met de airway. Wil jij zijn nek vasthouden en stabiliseren? Ja, ik heb zijn nek vast. Oké, okay, we doen even een trauma jaw thrust. Deze is nog wel aanspreekbaar. Hou zijn hoofd zo vast, niet bewegen. Nou, ja, wat had je net ook alweer toegediend? Ringenlactaat, 1 milliliter. Werkt het? Dat werkt zeker. Kijken, ademhalingen meten. 25. Sufficiënte ademhaling. Synchroon. Ja, het helder. Circulation. Capillary fill. 2, 3. Yeah. Ja, in orde. Meneer is verder ABC wel stabiel. Ja. Alleen ik vermoed wel ernstig hoofdletsel. Zullen we hem meenemen dan? Laten we even de monitor erbij pakken. Sticks plakken. Eentje linksboven. Eentje rechtsonder. Eentje rechtsboven. Eentje linksonder. Plak, plak. Aanzetten, ECG-waarde,
12 diagram ECG. En meten. Ik heb een initiële PGCS van onder de 12 en een bewuste verlies van ga ik uit van boven de 30 minuten. Oké. Ringlactaal ga ik nogmaals 1 milliliter toedienen voor de zekerheid. En als jullie twee vast de scherbrandkaal willen pakken, gaan we hem klaarmaken voor voeren. Ja, ik neem aan dat hij naar een wal gaat dan, want dan ja, zeker, neem ik alvast contact met AC. Neem ik contact, ik zend even dit door naar het ziekenhuis en ik ga even bellen met AC waar we heen gaan. Dat is goed. Ik denk dat we gewoon naar de kust rijden, varen toch? Ja. Dan koes op de aanbuurt maar uit. Ja, hallo Mitchell, goedag. KNRM. Ja, ik heb zojuist een ECG doorgestuurd. Patiënt is rond de 40 jaar, manspersoon. Medisch niet bekend met iets. Zou uitgeleden zijn, letsel aan het achterhoofd. We gaan uit van een ernstige vorm, initiële PGCS onder de 12. En een bewuste verlies van mogelijk boven de 30 minuten. Tweemaal ringlactaat, 20 milliliter toegediend. ABC gecheckt, wordt iedere minuut gecontroleerd door mijn collega. Is wel verder ABC stabiel, aanspreekbaar. AVPU gedaan en ik heb de persoon gewoon op alert. Ja, top, dankjewel. Nou, is dus in ieder geval een ambulance onderweg. Top. CP gaat die opvangen, wij gaan hem klaarmaken voor vervoer. Oké, nou. Hij is een beetje thuis toch, misschien kunnen we hem een beetje meesjouwen. Kan je mij vertellen wat je naam is? Ik ben eenmaal New Tanks man. Ik weet het even niet meer. Heb je ergens een idee of zo? Of iets bij je? Volgens mij staat jouw naam volgens mij op. Een kaartje. Of je pinpas, waar je je drink gaan halen. Of is het jouw boot? Laat misschien dat het daarvoor kunnen. Dat zou ook nog wel kunnen. Ik zou even gaan zoeken naar die papieren. Is jouw naam David? Volgens mij wel. Ja, die komt me wel bekend voor. David, weet je welke dag het vandaag is? Donderdag? Oké, David. Kan je me vertellen welke datum het is? Nee, oké. AFPU gaan we terugschrekken zakken naar verbal. Nogmaals een ABC. Nek is geïmmobiliseerd. Ik heb een ademhaling. Sufficiënte ademhaling. Even kijken. Symmetrisch. Wacht even. Laat me even... 200 de borst. Ja. Ik zie het al, hij heeft een klappel, jongens. We gaan de zuurstof opzetten, 15 per minuut. En we gaan hem klaarmaken voor vervoeren, want ik wil eigenlijk wel opschieten nou. Oké, is goed. Ik heb een portemonnee gevonden met zijn idee erin. We gaan dan met David van der Staaij. David, nou, meer hoef ik niet te weten. Ik weet in principe genoeg. Even kijken. Heeft iemand ook de spindels bij? Ja, als het goed is zit. Oké. We gaan hem eentje aan het hoofdeind, eentje aan het voeteneind, eentje bij het midden. Nou ja, eentje staat hier goed. Ik ga bij het hoofdeind, ik tel. Schuip elkaar liggen links, dus op mijn teken rollen we hem naar rechts. Mijn rechts. Bij 3 beginnen we draaien, bij 6 ligt hij op zijn zij. Okay. Iedereen duidelijk? Ja. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6 op zijn zij. Dus degene hier voor mij even die brancade onderschuift goed. Yo. Ja, daaronder? Ja. Oké. Op 3 weer gaan we hem terugdraaien op 6 ligt op de plank. Is goed. 1, 2, 3. Ja, rustig, rustig. Yes. Yes. Hij ligt perfect. In die tas achter jou, collega, ligt een setje headblocks en verschillende klittenbanden. Vaststrappen, ik maak de headblocks vast. Ik zorg dat hij goed vast zit. Zorg dat hij helemaal vast zit. Oké. Zit er nou. Oké, ik ga eens kijken of ik de boot weer kan fixen. Hou je er nog een nekkraag omheen doen of? Ik heb de airblocks erop zitten, dus een nek aan is in principe niet nodig. Ik maak vast de boot klaar, jongens. Die, Hij is volledig gereed voor transport. Ja, nog even de laatste visuele controle. Headblock zit er goed. Ik heb ringlactaat toegediend, helder. Mm-hmm. Oké, nou dan gaan we hem optillen. Oké. Iedereen ready? Iedereen aan de kant? Tegenover mij nog rechts van mijn kant nog iemand. Die staat ervoor, ik wil niet hebben. Oké, we gaan hem eventjes een verwachten. Ze is onder de 10. Ik kan hem helaas geen pijnstilling toedienen. Ogenblik jongens. Even wat aan de monitor aflezen. ECG, nog een 12 cijfer. Diagram ECG afbouwen. 2,
Oké. Oké. Gaan we eens een SPO2 checken. Oké, lig je klaar tegen de trap aan, jongens. Top, dankjewel. Saturatie van 87. Oké, we gaan lopen, jongens. 1, 2. Hij is de situatie verslechterd. Let's go. Welke trap komen jullie? Is dat linksom of rechtsom? Als je met je... Rechtsom. Ja, welke kant op? Links. Ja, ik sta aan de andere kant namelijk. Kom goed, we laden hem in. Oké, voorzichtig. Zorg dat hij recht blijft. Krijgen jullie hem aan boord? Ja. Ja, komt goed. Goed van, thuis, goed van elkaar aan overpakken. Ja. Kijk eens aan. Top. Nou, hij zit stevig in het slot. Komen er nog meer aan boord of ga ik varen? Want dit schiet niet op zo. Benoemd. Wij hebben onze Jessie hier staan, dus zodra je collega aan boord varen. Zien jullie wel weer op de post. Yo, tot zo jongens. Let's go. Waar moet ik heen? Nou, richting onze uitgangsstelling, ja. Ik ga trouwens even... in verband met letsel vaar ik rustig hoor. Ja, probeer zo min mogelijk shocks te krijgen inderdaad van... Ja, gewoon over de golven mee. Die neemt een klein beetje adrenaline toe. Ja. 5 milligram. Golven vallen hier al redelijk, ja. Makkelijker dan dit kan ik het niet maken. Nee, ga maar door, het gaat goed. Ik ga ze even opzouten met een jetski. Zo ja. Bende. Ja. Oké, uitstappen. Tillen maar. Nog een handje extra hier. 2. 2. Ga even maar achter in die auto. Hop. Naar de post. Ja, rij maar.